Beste kijker van Café Weltsmerz, hierbij het vriendelijke, toch dringende verzoek om te overwegen wat geld te doneren. Café Weltsmerz wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Ik heb een nooit geld voor ontvangen, al mijn gasten ook niet. Maar er zijn uiteraard wel cameramensen, geluidsmensen en de studio die moeten worden betaald. Dus kijk even in de beschrijving van de video en of op de website en daar vind je de gegevens. En maak een leuk bedrag over. En dan kunnen we deze hele belangrijke show, dit platform, blijven draaien met elkaar. Dankjewel.

Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitink en ik praat vandaag met Willem Middelkoop. En Willem is publicist, auteur van vele boeken, zoals Als de dollar valt, Patronen van bedrog, The Big Reset. Maar ook uh, oud financieel journalist bij RTLZ. En ik ga met vandaag met uh, Willem praten over uh, de, eigenlijk de, de ondergang, of in ieder geval het, het minder belangrijk worden van de dollar in het internationale betalingsverkeer en in de wereldpolitiek en de opkomst uh, van China. Willem? Ja. Goed ja. je weer te zien? Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Inmiddels een aantal jaar. Wat doe jij tegenwoordig? Uh, on onder meer uh, ja. interviewsgever, welzijns. Ja. En, en uiteraard nog steeds uh, druk het financiële systeem bestuderen. Okay. En, en ik ben vooral geïnteresseerd om met jou te praten over uh, ja. wat er eigenlijk allemaal gebeurt internationaal gezien. Jij bent natuurlijk iemand die de geopolitiek uh, dicht volgt. Ja. Um, en we praten samen ook al jaren over wat er gebeurt met de dollar ja. en in hoeverre de dollar ja. in, in, in waarde eh, of, of eigenlijk in belangrijkheid eh, afneemt ja. en de opkomst van China. En dan kijken we niet naar de waarde van de munt, maar veel meer de positie, de, positie. de rol van het dollarsysteem. Ja, ja. ja. maar vandaag de dag wordt is, is de dollar wordt nog gebruikt voor bijna 100% van alle oliebetalingen. Ja. En ruim 80% van alle internationale betalingen vinden nog plaats in de dollar. En, en ruim 60% van de internationale reserves worden nog in de dollar ja. aangehouden. Um, Laten we beginnen met de historie. Hoe is het zo gekomen dat uh, Amerika en dan uh, hun wens zo belangrijk zijn geworden in ja. het internationale uh, um, ja, leven? Ja, we moeten eigenlijk altijd uh, terug uh, echt naar de historie kijken. Ik ben zelf student van de financiële geschiedenis. En als je kijkt naar de wereldmunt, wat nu de dollar is, sinds eigenlijk officieel 1944, dan hebben we eigenlijk in de afgelopen eeuwen altijd gezien dat voor een periode van zeg maar 50 tot 80, 70, 80 jaar, één munt het belangrijkste was. Pound sterling, hè, tijdens het Britse Rijk, weten we ook nog, het Britse pond, dat was eigenlijk tot nou, 1914 de wereldmunt, was goud gedekt toen bij de start van de Eerste Wereldoorlog kon. Engeland niet langer alle rekeningen betalen, moest die goudkoppeling eraf halen. En vanaf dat moment is de dollar steeds belangrijker geworden, maar de dollar werd pas officieel de wereldmunt in 1944 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Amerika riep alle ministers van Financiën bij elkaar in Bretton Woods en sprak toen af dat de dollar het nieuwe anker zou worden voor het financiële systeem. Goud moesten we vergeten. Uh, er zou nog wel een link zijn met goud voor de dollar. En sindsdien is die dollar zo van belang. En wat heel belangrijk is om te beseffen, want mensen maken altijd die denkfout. Die denken dat als er een einde komt aan dit huidige dollarsysteem, dat dan de dollar instort en verdwijnt. Maar de Britse pond bestaat nog steeds. Terwijl het Britse Rijk en uh, de uh, Britse pond niet meer de wereldmunt is. Ja, maar er zal een herijking moeten gaan plaatsvinden die, uh, die, er, die beter rekening houdt met de verschillende stromen en machten zoals die nu in de wereld ja, zijn. Ja, economen noemen dat uh, netjes. We gaan van een unipolaire wereld naar een multipolaire wereld. Dus een unipolaire wereld betekent dat eigenlijk alles door Amerika werd bepaald. Het draaide ja. om Amerika. Vergeet niet dat in 1944, 1945 ook het IMF is gestart, de Wereldbank is gestart. Uh, Amerika heeft een hele stevige stem in die Verenigde Naties. Uh, Verenigde Naties, die grond is ooit geschonken door Rockefeller. Dus uh, ergens zitten we in een Amerikaans Systeem. Amerika heeft troepen, ik geloof nog steeds in 130 landen en militaire bases. En um, ja, geopolitieke strategen spreken in dat verband vaak over um, imperial overstretch. Um, als, als, je, als je te groot bent en je hebt te veel militairen, te veel bases in verschillende landen. Um, dan kan je dat op een gegeven moment niet meer betalen. En dan uh, krijg je de rekening gepresenteerd. Nou, kijk naar de Amerikaanse staatsschuld. Opgelopen van 10.000 miljard naar 20.000 miljard binnen de afgelopen 10 jaar. En dan zie je dat er iets aan de hand is. Het is niet ja. langer meer vol te houden. Dus 20 biljoen inderdaad. Uh, in 1944 was Keynes volgens mij een voorstander van een internationale ja. standaard, uh, genaamd ja. de Banker. Uiteindelijk ja. hebben de Amerikanen toch uh, hun uh, systemen doorheen gedrukt. Ja, dat, dat zeg je nu heel snel, maar het is denk ik voor de gemiddelde kijker belangrijk om dat heel even goed op ja. radar te krijgen. In 1944 nodigde Amerika, dus de financiële leiders van 44 landen uit, waar minister van Financiën en centrale bankpresidenten, om in Bretton Woods te komen vergaderen. Een conferentie hoort in New Hampshire. En de Russen waren daar ook en uh, bijna iedereen was gekomen. En toen lagen eigenlijk twee voorstellen op tafel. De Amerikanen hadden sinds begin jaren 40 aan het plan gewerkt omdat ze heel goed beseften, als ze de dollar tot een wereldmunt konden bombarderen, dan konden ze eigenlijk onbeperkt eh, ja, toch, eh, ja, geld lenen van het buitenland. Eigenlijk de rijkdom van het buitenland naar zich toe halen. Die dollar konden ze als enige drukken. En er was veel weerstand, met name van Europese landen tegen dat idee. En eh, toen lag er een ander plan op tafel. Daar kwam Keynes mee. En Keynes zat daar namens de Britten. En die zei: nee, we moeten niet een. Uh, uh, ja, we moeten niet een unilaterale munt hebben. We moeten een munt hebben die niet aan één land gekoppeld is. We moeten een nieuw instituut oprichten, het IMF. Uh, en die geeft een, een munt uit. We creëren een nieuwe munt, de Bancor. En die zou dan door het IMF ge, ja, gereguleerd moeten worden, uitgegeven moeten worden. En dan zou Amerika niet dat voordeel hebben. Ja, nou, logisch zou je zeggen. Heel, heel ja. erg logisch. Amerika wilde dat niet. En ja. die heeft toen heel erg... Uh, ja, Hard zitten lobbyen om, die dollar, om hun dollarplannen heen te krijgen. En dat is eigenlijk alleen maar gelukt onder de nadrukkelijke belofte dat de dollar as good as gold zou zijn. Dat betekent dat landen zouden altijd overtollige dollars in mogen ruilen voor goud. Ja. En daarmee zei Amerika dus: wij, daarmee heb je de garantie dat wij niet te veel dollars kunnen creëren. En uh, dat die dollar dus een hele veilige, stabiele valuta wordt. Ja, en en daar da trapte we in. Ja, klopt. ja dat klopt. Tot, tot 1971 konden we daar ook wel gebruik van maken. Er waren natuurlijk heel veel ja. landen die uh, een overschot hadden richting de Verenigde Staten. en kregen daar goud voor in de plaats. Zo bouwden Duitsland, Frankrijk, Engeland goud voor. Ja, op. en vooral ook Nederland. En en Nederland. Eigenlijk ook, en ook, dat, ja, ook dat zeg je inderdaad weer heel makkelijk en heel snel. Maar in de loop van de jaren 60 moest Amerika die geldkraan. De geldpersen steeds harder laten draaien. omdat ze de Vietnamoorlog moesten financieren. En ze voor het eerst sociale, echt grote sociale uitgaven. Voor sociale voorzieningen, ja. grote uitgaven moesten doen. Een aantal landen hadden dat doordat de Amerikaanse dollar dus. erg te veel werd bijgedrukt. En met name de Fransen. die toen ook nog wereldwijde ambities hadden. de Fransen die zagen dit met ledenogen aan. en die begonnen eigenlijk dus die dollars om te ruilen voor goud. De Britten deden het ook. En de Nederlanders deden het ook in Jelle Zelstra, die stuurde veel extra dollars. Wij exporteerden nogal veel naar Amerika. En we hadden een dollar overschot. En um, toen zijn we begonnen met uh, die dollar in te ruilen voor goud. En toen is Paul Vulker ooit met uh, de Air Force One overgevlogen om op het Frederiksplein tegen uh, Jelle Zelstra te zeggen dat hij een probleem had met uh, dat verzoek. En toen zei hij letterlijk, volgens de biografie van Jelle Zijlstra... You're rocking the boat. Ja. En toen zei Jelle Zijlstra... If this rocks the boat, then the boat's not very solid. En dat was een fantastische uitspraak van Jelle Zijlstra. Dat was eind jaar 60. Eind jaar 60 probeerde bovendien de West-Centrale Bank... De, de, de goudprijs vast te houden op 35 dollar per ounce. Nou, dat hele, dat hele schip begon, nu een beetje, begon toen een beetje te, te, te buigen en te breken. Toen zijn de Fransen als eerste uit... De club van centrale banken gestapt die de goudprijs onder controle probeerden te houden. Daardoor mislukte de manipulatie van de goudprijs eind jaren 60. 68. 68 ontstond er een crisis in de goudmarkt. En toen uiteindelijk heeft Amerika in 1971, twee, drie jaar later, heeft Nixon moeten besluiten dat Amerika tijdelijk de gouddekking van de dollar zou... Nee, tijdelijk. Ja. Tijdelijk. Ja. Maar dat tijdelijk duurt nog steeds. Ja. En, uh, en daarna zijn de, de wereldmunten uh, vrij gaan, uh, gaan floten ja. en circuleren. En, ja. en, en hebben we uh, eigenlijk alleen nog impliciet een, een gouddekking, wat natuurlijk veel centrale banken nog wel heel veel goud aanhouden. En, en met name de laatste jaren zien we ja. toch best wel weer een vlucht naar goud van met name de centrale banken in opkomende landen. Ik, ik hoorde dat uh. zowel China als Rusland hun goudreserves verdrievoudigd hebben de afgelopen tien jaar. Waarbij ja. China is het alleen maar wat ze officieel rapporteren. En wat en, uh, ze onofficieel uit de mijnen trekken en ergens opslaan, dat... daar hebben we niet echt weet van. Volgens nee, mij. ik gebruik altijd een grafiek en die laat de fysieke goudvraag zien van vier landen: Rusland, China, India en Turkije. Allemaal in het oosten. Ik zeg altijd: alle landen ten oosten van Duitsland kopen goud. Alle landen ten westen van uh, ons land, uh, nou, die verkopen geen goud meer. Maar uh, ondersteunen toch nog het dollarsysteem. Als je kijkt naar die goudvraag uit die vier landen uit, uh, uit het oosten, dan is de maandelijkse fysieke goudvraag nu. Al een tijd hoger dan de wereldwijde maandelijkse goudproductie. Dus dat oost is goud aan het accumuleren. En waarom doen ze dat? Je moet bij centrale bankiers altijd kijken naar wat ze doen en niet wat ze zeggen. En eh, er is geen bankier die jou zou bellen en zegt: eh, Het lijkt me verstandig dat jullie ook wat goud gaan accumuleren. Als privépersoon of als bedrijf. Maar landen doen dat wel. En waarom doen landen dat? Omdat ze weten dat we in de laatste fase zitten van dit dollarsysteem. En he who has the gold makes the rules. Dat is de oude geopolitieke wijsheid. En um, ja, landen zijn zich duidelijk aan het positioneren. Ja, en dat is Rus... de een monetaire reset, in feite. Ja, en dat Rusland dat doet en China, dat, dat doen ze al enige jaren, dat, dat weten we inmiddels. Alhoewel ja. het voor heel veel mensen waarschijnlijk nog steeds niet iets is waar ze zich bewust van zijn. Nee. Maar dat met name ook nu Europese landen, zoals Hongarije en Polen, ervoor kiezen, dat is ja. toch wel. Nou, hoe ja, interpreteer je dat? Nou ja, we hebben nu de laatste maanden gehoord dat landen als Hongarije en Polen ook goud aan het kopen zijn voor de centrale bankvoorraden. Ja, die hebben allemaal de Big Reset gelezen natuurlijk. Ja, oh, die zond in het Hongaars uit <laughs> ook. Ja. Nou, nee, dat is een grapje. Maar, um, ja, kijk, centrale bankiers, dat is een club. Als je lid bent van die club, dan praat je over. En dan hou je aan de regels. Maar dit is ja, niet aan de regels, Nee, nou. nee, omdat op een gegeven moment, kijk, de regels zijn heel erg van belang. Maar er komt een punt dat het nationale belang zo groot wordt. dat het nationale belang groter gaat worden dan het internationale belang? Ja. En uh, je moet het een beetje vergelijken. als er een crisis komt en er is recessie. en een, een bedrijf gaat bezuinigen, gaat mensen ontslaan. is slecht voor het systeem, maar is goed voor het bedrijf. Nou, als een centrale bank zelf goud gaat kopen. dat is slecht voor het dollarsysteem. Want goud is de anti-dollar. Je moet niet in goud vluchten. Want daarmee zeg je eigenlijk. ik vertrouw de huidige via het geldsysteem niet meer. Een soort van prisoner's dilemma eigenlijk. Ja, ja. ja. ja maar ben je de laatste die nog goud wil kopen, dan kan je geen goud meer kopen. Ben je de eerste, dan ben je, ja, dan, ben je dan word je verketterd. Dus de eerste die veel goud ging kopen was Rusland. Ja. Rusland voert duidelijk een beleid tegen de dollar. Dus Rusland is de economische vijand. Want Rusland heeft hoeveel ton inmiddels? 2000, 2000. ton. Die hadden niks meer. Hè. Nee. Die waren failliet in de jaren 90. En Nederland 612 ton. Ja, wij, wij hadden ooit 1600 ton. Ja. En dat hebben wij eigenlijk onder ja, soft power, uh, zachte druk van de VS, hebben we dat min of meer... Gedumpt. De Britten zijn nog veel verder ja. gegaan. De Canadezen ook. De Canadezen hebben nul goud meer. De Britten. Was het ook de Britten, Waren het was Brown's Bottom? Dat zij precies hebben verkocht op het laagste punt van de markt. Gordon Brown hè, was ja. minister van Financiën in die tijd. En Amerika in de jaren negentig. die probeerde echt goud helemaal kapot te maken. Goud was nog maar een grondstof. Goud was geen monetaire waarde meer. En Engeland heeft toen. Terwijl ze wel uh, 8000 ton. Uh, als ja, het goed is hebben liggen voor eens een en uh, West Point. Maar. Nou ja, bewijs maar eens dat het er niet ligt, zeg ik altijd. Maar Amerika heeft geen goud verkocht. Maar Amerika zorgde ervoor dat alle, alle vrienden, alle bevriende naties die moesten goud verkopen. Ja. Dus Canada heeft dat gedaan en Nederland heeft gedaan. de Britten hebben op de bodem een enorme berg goud gedumpt om die ja. prijs onder de 200 dollar te krijgen. Dat lukte niet, maar op 250 dollar per ounce ging elke goudproducent kapot. En ik ben gaan interesseren voor... Het financiële systeem eind jaren 90. Ik ben over goud gaan schrijven vanaf 2001, 2002. Mijn oude columns staan altijd nog online. Google Middel, koop en goud en je vindt het allemaal. En eigenlijk zeg ik al 16 jaar, jongens, koop nou goud. Want dat staat heel erg laag ten opzichte van de grote dollar-goudberg. En uh, ja, toen noteerde goud 300 dollar per ounce. Ik ben het zelf gaan kopen, en zilver gaan kopen. Ik ben uiteindelijk in 2008 gestopt als journalist. Met twee bedrijven gestart die met edelmetalen te maken hebben. En nog steeds, we zitten 15 jaar later, 16 jaar later, uh, kijken mensen me nog steeds glazig aan van Willem, wat, wat, doe, wat doe je nou gek met dat goud? Ja, ik, ik, heb zelf wel, ik probeer zo, zo kritisch mogelijk altijd naar alles te kijken. Je kent me langer dan vandaag en ik probeer alle alternatieven ja. altijd uh, te, te bezien. Maar ik, ik, ben ook nog steeds, ik hou nog steeds goud aan alleen maar omdat ik ook denk, van, ja, je, kan, je kan nog zoveel uh, kritische vragen stellen bij het nut van goud en of er als, als wereld überhaupt... Uh, baat ja. bij hebben om dat met elkaar uit de grond te halen en op te slaan. Maar dan kun je allerlei uh, ethische discussies ja. over houden, maar tegelijkertijd kun je ook gewoon kijken van, ja, hoe uh, gedragen de belangrijkste financiële spelers ter wereld zich en dan, met ja. name de centrale banken. DNB noemt het letterlijk haar vertrouwensanker. En ze heeft 20 Aha, ja. miljard aan goud en, op de balans. De 7% en. van de balanstaal van, uh, van DNB is. Is gouden. Dus als de DNB het het ja. vertrouwensanker noemt en, en het niet ja. verkoopt, en sterker nog, zelfs uh, het repatrieert naar gouden ja. en het overbrengt naar de vliegbuiten ja. in Soesterberg, ja. Ja. dan ben ja. ik toch gek als ik niet in dezelfde positie ook spiegel in mijn eigen ja, hoofd. Jelle Zelst heeft dat ook heel, ooit heel mooi gezegd. Kijk, Jelle Zelst we, we hebben een paar Nederlanders gehad die echt het financiële systeem en de geopolitieke krachten als geen ander kenden en begrepen. Hè? We krijgen volgende week, ga ik hier weer met Nout Welling zitten? Nout Welling is ook een man. Die snapt als geen ander hoe de, hoe de hazen lopen in het financiële systeem. En Jelle Zelstra had dat ook. En uh, Jelle Zelstra heeft altijd gezegd: goud is een zeer irrationeel anker voor het financiële systeem. Maar het werkt wel. Ja, ja. En dat is precies de kern. Weet je, je, je kan niet uitleggen als econoom met droge ogen waarom goud een goed anker voor dit systeem is. Nee, nee maar, maar het kunt, werkt wel. Ja, en als centrale ja. bankier kun je zeker niet uitleggen aan je volk als er straks. Een, 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 een valutacrisis is en, en je moet weer terug naar je eigen munt, dat je niet een bepaalde dekking hebt voor dat die munt. Dus je zult, als centrale bankier moet je eigenlijk wel. Meegaan in dit spel en accumuleren. Nou, maar de ECB, anders, uh... de ECB die heeft nog steeds in haar handvest staan, en kijk er maar naar, dat 15% van al het uitstaande uh, girale geld, uh, of uh, van het geld wat gedrukt is, dus de munten en de bankbiljetten, dat 15% daarvan uh, gedekt wordt door, door de, door de goudvoorraad. Maar ja. goed, we gaan hier niet een uur nee, over goud praten. Nee, en dan gaan we nu terug naar de, ja. naar de vraag van waarom. Uh, dus we hebben nu beschreven hoe eigenlijk uh, hoe Amerika die. Macht verkregen heeft. Ja. En waarom uh, hoe leiden wij hieronder als, als rest van de wereld? Of, wat is het nadeel ja. voor ons als. Uh, of is het wel prettig eigenlijk om zo'n sterke munt te hebben als Nederland, bijvoorbeeld dat de us dollar dat is. Nou, het, groot, het oneerlijk hiervan is, en dat is wat de Russen heel goed doorhebben, is dus wat de Chinezen heel goed doorhebben. Wat wij in Europa nog wel eens vergeten, dat ja, Amerika een wereldmunt bezit. Die niet meer gedekt is uh, door goud. Die is op geen enkele manier gelimiteerd is, begrensd is. Dus Amerika kan onbeperkt dollars drukken. En ze hoeven zelfs niet meer de kosten van papier te betalen en de, en de, en de drukpers. Want de meeste dollars worden gewoon Tuurlijk, in ja. de computer gecreëerd. In de vorm van staatsobligaties. Dus Amerika kan onbeperkt iets uit niets creëren. Waar wij in de rest van de wereld... Wij moeten al die dollars allemaal kopen om onze olie mee te kopen. Want omdat de wereldmunt is, zijn de grondstoffen en de olie allemaal in dollars geprijsd. Dus Amerika kan als enige iets uit het niets creëren, wat wij allemaal moeten kopen, om daarmee uh, ja, een hele hoge prijs te betalen voor de, voor de grondstoffen. Het is niet zo raar dat andere landen zeggen, ja, maar wat is dit voor een oneerlijk systeem? En verwijzen dat Amerika dit heel mooi af kon dwingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, omdat ze de wereld overheersten, maar we hebben toen nu in een heel andere periode zitten. Ja. En toen ik de Big Reset schreef, uh, wat gaat over de Financial Endgame en de War on Gold in 2013? En dat werd vertaald in 2015 in het Chinees. Um, uh, toen, toen, toen moest ik een presentatie geven bij International Monetary Institute in China. Dat is ongeveer de hoogste monetaire denktank. En dan mocht ik een presentatie geven, niet omdat ze willen middelkoops aardige jongen vonden, maar omdat ze zich herkenden in die beschrijving van het financiële systeem. En toen vroeg ik aan de Chinezen, wat is nou de beste titel voor mijn presentatie? En toen, Chinezen die denken op een andere manier, die verwoorden dat wat anders. En toen kwam die Chinees met de volgende zin: um, China has been waiting for 44 years. En dat dan een rare opmerking, maar toen wezen ze naar 71. Want tot 71 was die dollar goud gedekt. kon een land als China in ruil voor die dollars goud vragen. En nu wacht China al 44 jaar op een herziening van dat systeem ja. waarbij ja, ze weer eerlijk worden behandeld. Ja, China beschikt natuurlijk wel over heel veel dollars als gevolg van, van het, van het, van het, het, het handelsoverschot dat ze hebben met de Verenigde Staten. Dat, die dollars zetten ze natuurlijk in, in staatsobligaties, maar ze kopen natuurlijk ook dingen uit de Amerikaanse economie, bedrijven. Ja. Maar daar wordt natuurlijk ook steeds meer tegen gewerkt. Hoe, hoe zie je die spanningen momenteel is dus de dochter van de, de UI? Uh, uh, um, zeg maar de, ja. de dochter van Hubert oprichter, de CFO van het bedrijf, is in Canada vastgehouden. Uh, ook Canada moet dan daar weer als pion van Amerika worden, worden ingezet, blijkbaar. Maar hoe, maar dus, hoe, hoe zie jij die? Uh, hebben Chinezen straks moeite om die dollarreserves om te zetten in, in, uh, in andere financiële dollarassets? Gaat dat ja, een probleem ja. worden voor ze? Heel veel mensen denken nog steeds, hè, die beschouwen dat dollarsysteem heel binair. Van nu is het er nog en straks stort dat in ja. en, en dan is het er opeens niet meer. En ze kijken ook zo naar de pinautomaat van of hij werkt of hij werkt niet. Maar zo moet je niet naar het systeem kijken. Dat systeem, dat monetair systeem, het internationale financiële systeem, wat door, door mensen is hè, opgezet. Er zit een architectuur onder, er zit een gedachte onder. Dat systeem is al lang aan het schuiven. Die monetaire reset, de big reset. Ik heb het natuurlijk zelf al meegedaan met titels als Als de dollar valt en de big reset. Waardoor je denkt dat op, op een dag X dat ineens ja. gebeurt. Maar die monetaire reset is al lang bezig. Want wat ik daarmee bedoel, is dat landen zoals China en Rusland heel goed weten dat Amerika in de laatste fase zit van die wereldmacht. Zoals. Uh, partijen ook wisten dat de Engelsen in 1913, 14 aan het einde van haar mogelijkheden aan te komen waren. Dus die zijn zich aan het positioneren voor de volgende fase van het financiële systeem. Voor de volgende monetaire reset. We hebben eerder monetaire resets gehad. 1971 was in feite ook een lichte monetaire reset. 1944 was een zeer grote monetaire reset. Uh, toen in 1914 dat Britse pond uh, niet meer goud gedekt was, was in feite een monetaire reset. En dus... kun, je, kun je dan eigenlijk stellen dat. Uh, dat... Uh, 2016 oktober toen uh, China onderdeel ging uitmaken, de yuan van de SDR, de special drawing, Right, de, de IMF currency, is dat eigenlijk een mini dat is een, reset? Ja, geweest? Ja, dat, dat is in ieder geval een bevestiging dat achter de schermen er kennelijk heel erg hard wordt gewerkt aan een volgende fase, aan een nieuwe munt die die rol van de dollar over zou kunnen nemen. Uh, het IMF, om even terug te gaan naar die SDR, want ja, die komt nu ook uh, eventjes heel makkelijk in, maar de meeste mensen zegt dat niet zoveel. Eind jaren 60, ik heb het, we hebben het al beschreven, ontstond er een probleem in het manipuleren, het vasthouden van de goudprijs op een vaste prijs van 35 dollar per ounce, wat de Amerikanen wilden. Toen er problemen ontstonden, omdat Frankrijk daar niet langer aan mee wilde werken, toen wisten ze dus op het allerhoogste niveau, we moeten ons nu voor gaan bereiden op een dollarcrisis, want hè, het huidige model is onhoudbaar. Dat bleek er ook in 1971 toen Nixon die dollar ontkoppelde. En wat heeft het IMF toen gedaan eind jaar 60? En er was de, een Belgisch minister van Financiën die erop kwam, die dacht: wij moeten nu eigenlijk die bankcore van Keynes gaan maken. En eigenlijk een, een munt die alleen maar door het IMF gemaakt kan worden, die een soort IMF-geld is. En die noemen we niet de bankcore, dat was te veel eer voor de, voor de Britten. Maar die noemen we de Special Drawing Right van het IMF, afgekort de SDR. Nou, de SDR is dus niets anders dan zeg maar een dollar die het IMF kan maken. Het IMF heeft daar een paar honderd miljard van gecreëerd in de loop der tijd. De balans, als dus je de balans bekijkt, het jaarverslag van het IMF, die wordt ook in SDR's, wordt hier eh, vormgegeven. En die SDR, wat is dat nou? Dus dat het valutamandje van het IMF, daar zit de dollar in, daar zit het euro in, daar zit de yen in en Britse pond. Dus dat waren de munten waaruit die SDR is samengesteld. En de Chinezen hebben sinds de uitbreking van de kredietcrisis enorme druk uitgevoerd op Amerika. Dat die SDR moet worden klaargemaakt. Als een opvolger van de dollar. Zoals dat ook eind jaren 60 gebeurde. Want IMF was echt bang dat de dollar in zulke grote problemen zou komen. Na die ontkoppeling van goud die eraan zat te komen. Dat we een andere munt nodig hadden. Amerika heeft dus begin jaren 70 de dollar als wereldmunt eigenlijk. Nieuw leven kunnen inblazen door een koppeling te maken met de olie, hè? met de petrodollar dollar deal eh, in Saudi-Arabië. Ja. Om ervoor te zorgen dat de vraag naar dollars groot zou blijven, omdat de olie altijd in dollars zou worden verkocht. Maar nu is die SDR, die dus eigenlijk tientallen jaren een soort eh, een slapend bestaan, slapend bestaan heeft gehad. Die wordt nu opnieuw erg uit de kast getrokken. De Chinezen hebben ervoor gezorgd dat de renminbi hun munt als vijfde munt is toegevoegd aan dat mandje. En dat um, het TMF staat nu eigenlijk klaar om die SDR op een veel grotere schaal te gaan produceren, ja. <laughs> drukken en in te gaan zetten. En, en, dat en, is onderdeel... en iedere, iedere vijf jaar maken ze weer opnieuw de balans op, toch? Dus over uh, drie jaar zou het zo kunnen zijn dat het gewicht uh, van de renminbi groter wordt binnen dat mandje. Ja. Maar wat nu veel belangrijker is, en als je kijkt, eh, je, moet, je moet weer kijken wat, wat, is, wat is het IMF vooral aan het aan doen op de achtergrond. IMF heeft altijd een heel belangrijke Spring Week, hè, dat is in april, dan komt iedereen samen in Washington. En eh, afgelopen jaar heeft IMF eigenlijk een video gemaakt en een paper, een belangrijk rapport gepubliceerd waarin ze in beide gevallen zeggen dat de SDR erg klaar staat... om gebruikt te gaan worden, om liquiditeit te gaan verzorgen... in het financiële systeem bij een volgende crisis. Nou, jij weet wel wat het inhoudt. Maar als je liquiditeit gaat verschaffen, dat betekent het gewoon... we gaan heel veel geld creëren. En is er een probleem in het financiële systeem... dan staan wij klaar om iedereen een grote check te geven. Dus een beetje de rol van, van de FED en de ECB Juist. in die zin over te nemen. Juist. Want de vorige crisis in 2008... Het begon 2007, er werd een voerbelangcrisis in 2008. Wat hebben we gedaan? De centrale bankiers hebben mondiaal de balans gebruikt van de eigen centrale bank. De Federal Reserve, de ECB, um, uh, de, uh, de Japanse centrale bank. Om daarmee extreem veel extra geld in die economie te pompen. De balans op te laten lopen, sterk te laten vergroten uh, van uh, de eigen centrale banken. En die IMF balans is nog schoon, die is nog niet gebruikt. Dus als we nu in de volgende crisis, waarbij we eigenlijk geen vertrouwen meer hebben in de Federal Reserve en de ECB, want die hebben al zoveel duizenden miljard uit het niets gecreëerd, rente naar nul gebracht, we hebben dan iets nieuws nodig. Dus om de balansstand te gebruiken van het IMF, dus dan gaan we gewoon 5000 miljard, 10.000 miljard SDR's creëren. Die gaan we verdelen naar landen die dat nodig hebben. Daar kunnen we zelfs een schuldsanering mee doen. Dus die worden via de centrale bankenbalansen van, van de onderliggende landen worden die dan verdeeld? Uh, Waarschijnlijk. Maar ja. er, er gaan zelfs geruchten dat misschien wel iedereen een SDR-wallet kan downloaden ja. in de Apple en de Android Shop. Grappig. En dan krijg je nou bijvoorbeeld allemaal 10 of 20 SDR. Dus nu, op dus start. nu, dus nu is er steeds meer discussie ook uh, in, de, in de politieke media dat we. Naar een wereld gaan van central bank digital currency, dat we onze eigen wallet kunnen openen binnen, binnen DNB. Ja, nou, dan zijn SDR wel eens. zegt eigenlijk: nou, ik ga nog een stap verder. Het, op termijn zullen we uiteindelijk allemaal zelf uh, gebruik kunnen maken van, uh, van de SDR. Er is een hele belangrijke speech um, uh, gegeven door Mark Carney, dat is eigenlijk de, ja, de centrale bank-president van de Bank of England, een paar weken geleden. En um, ja, we hebben, we hebben, ik heb er een column over geschreven. Um, en als je die speech heel goed leest, um, dan zie je eigenlijk dat hij zegt: het wordt allemaal heel voorzichtig gezegd en je moet tussen de regels doorlezen. Maar hij heeft het eigenlijk over dat er een nieuwe currency moet komen. Er moet een nieuw soort geld komen. En dat, dat wijst heel erg als je dus alles wat je nu hebt gehoord hè, in dit gesprek. En je gaat die kolom teruglezen, dan, dan lijkt het toch heel erg op dat centrale banken. Hij zegt letterlijk: We zijn bezig de architectuur voor, die, hè, voor dat nieuwe systeem te maken. We zijn de hard en de software aan het maken. Als je de software aan het maken bent, dan ben je dus gewoon. Ja, dan ben je gewoon een systeem aan het bouwen. Ja. Um, we hebben net een bevestiging gekregen deze week dat de Japanse Centrale Bank heeft gezegd dat ze werken aan. Een nieuw central bank, eh, digital currency. Dus denk nou niet als crypto fan dat we de Ripple gaan gebruiken. Of dat we de bitcoin gaan gebruiken. Want eh, die bitcoin fans die draven altijd door. We gaan misschien wel. De banken gebruiken op dit moment al het Ripple systeem voor een aantal testen. Voor een aantal. Ja, maar, eh, niet toepassingen. De, maar niet de currency. Maar niet de currency. Maar omdat het is goed dat je dat dat brug in gaan we, zo, gaan we zo afmaken. Maar als ik het dan even een soort van nog kan. Samenvatten. Enerzijds constateren we dus dat, er, uh, dat het eigenlijk oneerlijk en niet goed is dat de dollar of Amerika zoveel macht heeft. Ja. We hebben beschreven hoe we daar zijn gekomen. Ja. Er zijn een aantal uh, alternatieven nu gaande. De Chinezen zetten enerzijds in op de diplomatie en het via, de, via het IMF ja. op een nette manier regelen. Ja. Ze kunnen ook in ieder geval anders. In want, coöperatie in plaats uh, van confrontatie. Uh, ja, want hè? ze moeten ook wel, want ze hebben natuurlijk ruim, ruim een biljoen aan, uh, aan, aan, aan dollar uh, reserves. Als ze dat nu ineens op de markt zouden verkopen, dan, ja, dan zou de dollar door de bodem gaan, ja. maar daarmee zou de Amerikaanse export weer stijgen... en zouden de ja. Chinese export dalen, en dat is ook een probleem. Heel goed punt. Dan krijgen ze onrust. En een heel goed punt. Kijk, jij kent de grote getallen, dus jij noemt het een biljoen... maar ik weet altijd, als je een biljoen zegt, weet een Nederlander totaal niet waar het over gaat. Krijg je een Kijk, een Nederlander kent duizend, en die kent honderdduizend, en die kent een miljoen... en een miljard kent hij ook nog wel, ja. duizend keer een miljoen... maar uh, één biljoen, dat is ja. duizend miljard. Ja. En uh, China heeft inderdaad voor meer dan 1000 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties. Dat is een derde van de totale financiële reserves. Er zijn 3000 ja. miljard in, in, uh, in China. Um, als China natuurlijk Amerika pijn wil doen, dan hoeven ze niet eens die duizend miljard te verkopen. hoeven ze maar een persbericht uit te brengen dat ze, dat ze de komende ja. week 20% ja. daarvan gaan verkopen. En dan zou de dollar al een groot probleem hebben. Dus wat China doet. En, en dat deed Gordon Brown toen, toen hij die goud verkocht, had hij toch ook van tevoren aangekondigd? Ja, drie, dat keer, hij drie keer een persbericht gepubliceerd. <laughs> ja, is. Maar goed, dat is de, de goudprijs was ja. al ingestort voordat hij ja. begon te verkopen. Heel maar China die weet dus als geen ander dat ze niet de, de confrontatie moet zoeken. Maar de coöperatie is heel anders dan Poetin. Ja. Want Poetin... Ja, die heeft het al zo allemaal gedumpt. Ja, ja, Poetin zoekt continu de confrontatie. Ja. En ik vind het heel mooi, want China en Rusland werken natuurlijk grootschalig samen. Toen wij met de westerse sancties kwamen, hè, na de Oekraïne-crisis, uh, deden wij het Westen allemaal mee. Maar China, die distancierde zich daar onmiddellijk van. En zei onmiddellijk tegen Rusland, nou als Rusland... Of tegen Rusland als het Westen jouw deals niet meer wil, kom maar bij ons. Ja. En wij hebben, eigenlijk heeft China ervoor gezorgd dat Rusland kon overleven. Maar China gebruikt, Poetin gebruikt Rusland als een soort blaffende en bijtende pitbull. Maar die ze wel aan het lijntje hebben. Dus ze kunnen op tijd zeggen: Poetin, nu even inhouden. En ze laten echt Poetin het vuile werk doen. Want Chinezen zitten in een cultuur dat je dat soort dingen niet open, openlijk zegt. Je zegt het wel op de achtergrond, je gebruikt het in diplomatieke verkeer. En je ziet nu dus dat erachter de schermen eigenlijk een oorlog is uitgebroken. Ja, dat zien we zelfs voor de schermen: is een handelsoorlog uitgebroken. Omdat Trump in het Witte Huis nu is natuurlijk heel erg ideologisch gestuurd door Steve Bannon, Steve Bannon hè, die op een gegeven moment ja. is verdwenen, een beetje de Rasputin van het Witte Huis. En Steve Bannon heeft heel duidelijk gezegd: niet Rusland is onze vijand, maar China is onze vijand. Ja, en daarom wilde werd, werd natuurlijk ook die alliantie met Rusland gezocht. Juist. Dus we hebben nu een hele gevaarlijke situatie, want in de Big Reset beschrijf ik nog het utopische beeld dat Amerika samen met Europa en de Russen en de Chinezen samen gaan vergaderen in New Bretton Woods, samen die overgang naar de SDR gaan uh, creëren, maar dat is het meest positieve scenario. Maar ik schrijf ja. in het boek ook: ja, er kan ook oorlog ontstaan als we er niet uitkomen. Ja. En, en dat is nu de grote vraag voor de komende vijf tot tien jaar. Gaat Amerika de confrontatie zo groot maken met China en Rusland dat er echt, echt een conflict komt? Wat zelfs een militair conflict kan zijn. Want vergeet niet: Amerika heeft 14 vliegdekschepen en China heeft er nog maar twee. Waarvan eentje een refurbished uh, Russisch vliegdekschip is. Dus China. Of Rusland is nog steeds oppermachtig op de wereldzee, Maar China heeft nu heel duidelijk gezegd in de zuid chinese Zee, dat is ons territorium. En daar bepalen jullie niet meer wat er gebeurt. En het wordt er heel spannend om te zien of het echt tot een confrontatie gaat komen. Of dat dit allemaal schermutselingen zijn, diplomatieke en eh, scherm, eh, 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 openbaar schermutselingen. Maar dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan het redden van de wereldwijde economie en de overgang naar een nieuwe fase van het financiële systeem. Ja. Dus achter schermen wordt er gewerkt, dat is goed. En dat zie je ook langzaam zeker terugkomen in een aantal aspecten die we net beschreven hebben. Wat meer praktisch zie je ook nieuwe allianties ontstaan. Bijvoorbeeld om SWIFT eigenlijk te gaan beconcurreren. SWIFT is natuurlijk het netwerk, het boodschappen berichten van alle banken wereldwijd om internationale betalingen te doen. Het hoofdkwartier zit in Brussel. Dat wordt door de Verenigde Staten altijd onder druk gezet. Om mee te werken met hun agenda. Dus als er sancties zijn tegen Iran, dan wordt Zwift vriendelijk verzocht om Iran af te sluiten. Nou, dat ja. is inmiddels ook gebeurd. Je ziet dat is al twee keer gebeurd. Ja, het, na het eerder en, ook en, gebeurd. En, en daardoor zijn China en Rusland heel erg geschrokken. Want die ziet dat Amerika niet voor terugdeinst om eigenlijk een neutrale organisatie als Zwift. Ja. En dat, dat um, verspoedigt eigenlijk alleen maar de. Um, de, de, de de interesse die wij wereldwijd hebben om met een alternatief te komen. Ja, nou moet je laten nou zien hoe, hoe uh, onevenredig on, machtig de Verenigde Staten is. Ja, en er is een heel interessant boek verschenen, the Treasury's War, en dat is geschreven door een oud uh, hoogambtenaar van de uh, Treasury, hè, van het ministerie van Financiën in Amerika. En hij beschrijft hoe hij zelf een van de architecten is, want dat vind ik altijd mooi van, de Amerikaanse, van het Amerikaanse systeem, van de Amerikaanse dictatuur. Uh, er verschijnen boeken waarin alles gezegd kan worden. Omdat Amerika beseft altijd heel goed dat maar 1 of 2 procent van de Amerikanen in die boeken zullen lezen. Dus het mag in boeken allemaal gezegd worden. En in Use War kan je dus lezen dat Amerika er op een gegeven moment achterkwam. Dat de sterkste wapens, dat zijn niet de bommen en granaten die je kan gooien. Dat zijn de financiële yeah. neutronenbommen die je kan gebruiken. Als jij een land uit het SWIFT systeem, uit het internationale betalingssysteem kan gooien... Dan, 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 dan dood je de economie van zo'n land. En Amerika heeft er nu. Ja, jij zit zelf ook in de financiële wereld. Uh, ik zit in de financiële wereld. Wij mogen in ons beleggingsfonds uh, beleggers uit de hele wereld verwelkomen. Behalve US persons. Omdat Amerika bepaalt. Voor alle landen waar ze haar wil aan op kan leggen. Dat die landen geen Amerikaans geld mogen accepteren. Waarom niet? Omdat het geld naar Wall Street moet. Ja. En net noemde je ook even Bitcoin, crypto. Um... Dus ik, ik begrijp uh, de, de, de diplomatieke en geopolitieke gesprekken en acties die gaande zijn om, om misschien tot een nieuwe constellatie te komen. Ja. Een, een nieuw mandje, een nieuwe munt, SDR, Bancor. Hoe het ook gaat heten. Yeah. Uh, anderzijds zien we dat bedrijven en landen uh, regionaal andere structuren proberen uh, yeah. het, uh, te faciliteren. Dan hebben we ook nog gewoon de mensen wereldwijd die dit allemaal gadeslaan. En yeah. denken, wacht eens eventjes. Wat moet ik met uh, mijn eigen geld doen? Kan ik, kunnen we zelf niet wat gaan verzinnen? Yeah. En dat is natuurlijk een beetje de geest van, van cryptocurrency. Yeah. Of het nou yeah. Bitcoin is of een van de 10, 2000 uh, andere. Yeah. Die geest is tien jaar geleden uit de fles gekomen. Yes. Die geest gaat, denk ik, nooit meer terug nee? in de fles. Eens. Ik weet dat jij zelf ook ja? uh, in eerste instantie erg kritisch was ja? ten aanzien van crypto. Tegenwoordig ben je ja. er wel positiever over. Ja, mag ik uitleggen waardoor dat, waard, ja? wat dat En, en ja? Eens, maar om dit even af te maken. Ja? Um, dus in hoeverre. Um, Ga, gaan we uh, daar ook nog nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven uh, zien? Die sterker worden en uiteindelijk ook wel internationaal misschien ja. de handel kunnen faciliteren als betaalmiddel of als, als uh, ja, uh, store value? Is... Hoe zie jij dat? Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je nu aanstipt. En kijk, mensen maken ook altijd de fout. Wat ik al heb gezegd. Ze zien eerst het systeem als binair. Het is 0 of 1. En daarnaast zien ze dat systeem als, zeg maar, er is één munt. Hè. Dus het is de dollar, of het wordt de SDR, of het wordt bitcoin, of het wordt Ripple. Maar vergeet niet, er is altijd één hoofdmunt waarin we internationaal zaken doen en afrekenen. Dat noemen we eigenlijk de wereldreservemunt. Dat is eigenlijk de munt waarin we met elkaar afrekenen. En die ligt ook in centrale bankkluizen. Maar dat is niet eens meer één munt, want de euro ja. vervult die rol ook al. En de Britse pond ligt ook nog in kluizen. En, en de Chinese renminbi wordt nu belangrijker. Dus we hebben niet meer één wereldreservemunt. Dat zijn er al vijf geworden. Ja. Alleen Amerika is tot nu toe nog in staat om ervoor te zorgen dat al die grondstoffen in één munt worden afgerekend. En daarom noemen we die dollar die wereldreservemunt. Um, maar wat er is gebeurd, is dat al die munten, hè, die vijf belangrijkste munten, die ook in dat mandje zitten van de SDR, dat zijn allemaal ongedekte munten. Dat noemen we fiat currencies. Hè. Dus ongedekt kan. Gewoon door de overheid. Elke overheid mag zijn eigen munt onbeperkt creëren. Daar maakten we ons niet zoveel zorgen over, tot de kredietcrisis uitbrak. En toen schrok eigenlijk de hele wereld wakker en dacht van, what the fuck? Als je dus geld uit het niets onbeperkt kan creëren, dan ontstaan er enorme bubbels. En dan krijgen we crisis die levensbedreigend zijn. Dus wat gingen wat verstandige burgers doen? Die gingen zich een beetje verdiepen in dat systeem. En die gingen kijken, wat is er nou van waarde, wat ook op geld lijkt... En wat we niet kunnen breidrukken, wat autoriteiten ja. niet kunnen breidrukken... Digitale schaarste. Ja, maar iemand zoals ik, die financiële student van de financiële geschiedenis en financiële crisis... die kwam natuurlijk uit op goud en zilver, want het zijn oververtrouwde ja. veilige havens. En daar heb ik mijn toevlucht gezocht in goud en zilver. Was veel minder geïnteresseerd in een nieuwe digitale cryptomunt... want ik had al een goede plek gevonden om mezelf te beschermen... Tegen de madness of de central bankers. Maar er kwam een nieuwe generatie op. En jij hoort er ook een beetje bij: de millennials en mensen, zelfs die jonger zijn dan jij, die hebben, niks met, ja, die hebben niks met het goud en zilver. Maar die zagen dat je digitaal op een hele slimme manier. een cryptomunt kon creëren, die eigenlijk het digitale, digitale goud was. Dus Bitcoin is geniaal bedacht. Er kunnen nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins worden gemijnd. Uh, de hoeveelheid bitcoins is dus begrensd. En is dus een ideale manier om als een store of value te gaan dienen voor een deel van je geld, wat je wil omzetten in iets waar de overheid in ieder geval niks over te zeggen heeft. Ja. Dus de cryptowereld, bitcoin is ontstaan als een soort digital gold, vond ik interessant, maar niet interessant genoeg om mijn goud en zilver te vervangen. En ik was ervan overtuigd, omdat bankiers die haten concurrentie. Dus ik wist zodra die bitcoin wat groter wordt en succesvoller wordt, gaan ze die onmiddellijk bestrijden. Ja, gaan ze het kapot reguleren vrijdag. Ja, dat zie je nou toevallig, ja, ja. Niels kreeg vandaag dat de uh, AFM heeft een uh, consultatie geopend, maar uiteindelijk is er, uh, er is nu een proefwetgeving uh, hm. waarbij de exchanges in Nederland uh, uh, net zulke Um, ja, no je customer-eisen ja. krijgt als, als banker. Ja, dus nou, het wordt, bij... ze gaan het helemaal reguleren. Ja, ze, gaan nu. ze gaan de toegangspoortjes uh, allemaal reguleren. En op yes. die manier proberen ze eigenlijk het gebruik, denk ik, in zekere zin maar, uh, te ontmoedigen. Maar eigenlijk is dat goed voor de cryptowereld. En ik denk dat Bitcoin binnenkort hè, echt de bodem heeft gevonden. Uh, want er, um, ja, kijk, Bitcoin kan niet meer weg en gaat niet meer weg. En dat heeft, als je kijkt naar de, de technische oorsprong, hoe een Bitcoin is geconstrueerd. Je kan een Bitcoin eigenlijk niet vernietigen. Zoals je goud ook niet kan vernietigen. Hè. Je kan zuur ja. over goud heen gooien. Je vernietigt het niet, je kan het niet verbranden. Um, dus die crypto, die bitcoin, die krijgt haar plek onder de zon, maar is heel sterk gereguleerd. En daarom vind ik het nu opeens wel interessant worden als een belegger, als een store value. Want ik was eerst bang dat de G20, ze um, dus konden eigenlijk maar één ding doen: om die bitcoins en de crypto's echt de nek om te draaien. Door een wet aan te nemen dat je nooit meer cryptovaluta om mag zetten in andere valuta. Ja, maar dat zou, dat zou vergelijkbaar zijn met de wetgeving in Amerika in 1933 dat je verplicht werd om je goud in te leveren. Nou ja, ja, is gebeurd. En ik was bang dat de G20 tot zo zou besluiten. we hebben ook vergelijkbaar. We hebben ook. Signaal ervan gekregen. China, India, Canada, de banken zijn gestopt om he, bitcoin bedrijven te faciliteren. Je kon eigenlijk geen transacties meer doen. Maar wat is er gebeurd na de laatste G20-bijeenkomsten, of eigenlijk de voorlaatste G20-bijeenkomsten, werd duidelijk dat de G20 ervoor heeft gekozen om de cryptowereld te gaan reguleren, in plaats van uh, kapot te maken en te boycotten. En wat er nu gebeurt, is daardoor eigenlijk de enorme hype die er is ontstaan, de enorme koersstijging die is ontstaan in de bitcoin, die jij veel beter hebt voorzien dan ik. Want ik dacht, ik zit goed met goud en zilver. Maar de speculatieve waarde van een bitcoin was natuurlijk vele malen groter. En daardoor zijn er nu 2000 hè, alternatieve coins ontstaan. Dat is een enorme hoeveelheid list en bedrog bij... En het FOS het... heeft ook 98% van haar waarde verloren inmiddels sinds vorig jaar. Maar het maakt niet uit, want door die hype die daar vorig jaar in ontstond... Is er wel nu een hele infrastructuur ontstaan Excellent. van allerlei bedrijven en ook bestaande grote institutionele clubs die hebben gezegd, weet je wat, de crypto. Ik vergelijk het wel eens met, met, mu met muziek. Je had vroeger je had klassieke muziek, je had de rock en roll, je had de disco en op een gegeven moment kwam house daarbij, ja. de digitale vorm van muziek. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een keyboard kocht. En er zat een toets bij. Je had ook een rol. Je had discount van voor die voorgeproduceerde dingen. En er stond house. Dat is is dus gewoon een hele nieuwe muziekstroom ontslaan. Het is leuk voor de kijk om te weten dat wij elkaar ooit een paar jaar geleden tegenkwamen op een, op een dance-festival. Toen dacht ik, ja, ja. Ja, wat doet die oude man daar? Nee, ja. Ik hou van muziek. En uh, in de financiële wereld is vergelijkbaar vergelijkbaars gebeurd. Dus je hebt alle asset classes. Hè. Je hebt obligaties. Je hebt, dus 400 jaar ja. geleden werden de eerste obligaties ja. gecreëerd. 400 jaar geleden werden de eerste aandelen gecreëerd. Het VRC-aandeel was het eerste aandeel wat hier werd verhandeld in 1604. Uh, we hebben al duizenden jaren hebben we vastgoed wat wordt verhandeld. Um, en de grote asset class in de financiële, financiële wereld zijn nog steeds real estate, bonds, dus obligaties, en equity-aandelen. En we hebben cash. Ja. En ontstaat nu echt gewoon een nieuwe asset class. En dat noemen we crypto of digital ja. assets. Dus net als dat we house niet meer kunnen wegdenken, zal crypto yes. als asset class blijven bestaan. Nou ja, misschien Verhaal... over, over tien jaar dan open ik zowel uh, ja. en heb ik een SDR een wallet in mijn, uh, op mijn telefoon. En ook uh, nog steeds mijn crypto. Ja, hey. maar, maar er zullen dus digitale munten zijn gecontroleerd door ja. de overheid en door de centrale banken. Dat is ja. de, grote, de grote digital currencies. Een apolitieke, anarchistische bijna. Juist, currencies juist. Die, juist. Ja. En, en die mogen in de marge niet ja, bestaan. bestaan. En daarom moet je nu zoveel mogelijk bitcoin accumuleren. Of ik probeer nu veel bitcoin te accumuleren rond die 3.000, 4.000, 5.000 dollar, omdat. Het aantal bitcoins wat ooit gecreëerd kan worden, gemijnd kan worden, Dat is begrensd op 21 miljoen. 13% van alle gemijnde bitcoins zijn al verdwenen omdat mensen wallets kwijtraken. Is mij ook al eens overkomen. Maar als je nu bitcoins accumuleert in cold storage, weglegt. Ja, eh, dan voor mij als belegger, als speculant. Het gaat er bij mij niet in dat die Bitcoin vanaf dit niveau niet veel verder zal gaan stijgen. Omdat juist die institutionele beleggers nu serieus naar Bitcoin gaan kijken als een nieuwe assetklas. En er klopt 300.000 miljard in deze wereld rond. Dus hoeven we maar 1 of 2 of 3 procent naar crypto te verschuiven. En ja. je hebt al enorme grote toekomstige stijgingen. Helder, en om, om richting het einde van het gesprek te gaan. Um, uh, hoe, en dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste punt wat we nog niet uh, voldoende besproken hebben, denk ik. Uh, in hoeverre uh, gaat, gaan de Verenigde Staten toestaan dat ze die macht verliezen? En in hoeverre zien we eigenlijk nu al met, met, met schermutselingen uh, dat, dat zij er tegen aan het vechten zijn? En is er, ja. is er inderdaad, is er de, de, de dreiging uh, van, een, uh, van een oorlog, is dat ben je daar bang voor? Ze hebben natuurlijk een enorme militaire macht. Gaan ja, ze ja, die inzetten als kat, ze kat, zien dat ze hem kwijtraken. De, kat de, de, kat de, in het nauw maakt rare sprongen. En als je de Big Reset leest, hè, daar werk ik dat helemaal uit. Hè. De wolfowitz doctrine, de Wolf doctrine. Eh, opgesteld door meneer Wolfewits, neoconservatief al een tijdje geleden, denk ik 10 jaar geleden. En de wolfowitz doctrine zegt gewoon: Amerika mag. Als Amerika wil overleven, dan mag Amerika nooit toestaan dat er maar één land in de buurt komt van een positie waarin ze de macht in het financieel economisch systeem, in het politieke systeem over zou kunnen nemen van de VS. Nou, als je die doctrine volgt en Amerika volgt die doctrine tot nu toe, en, en dat is ook wat Steve Bannon in feite in verschillende interviews heeft gezegd, dan moet Amerika wel overgaan tot het beschadigen en bijna kapotmaken van het land wat daarbij in de buurt komt. En China komt natuurlijk samen met Rusland. Komt daar aardig bij in de buurt. En daarom is dat huidige conflict met China voor mij ook het al. Dat is voor mij het alles, alles bepalende onderwerp waar je nu de komende vijf tot tien jaar op moet letten. Veel belangrijker dan brexit. Je, ja, dat is grommel in de ja, ja, Europese dat is, dat markt. dat ook hoor, dat is gewoon een poppenkast bijna. En, en, maar hoe zie je onze rol als Europa in, de, in dit moment? Nou, daar wilde ik net naartoe, want dat is, dat is inderdaad de belangrijkste vraag. Laat nou net de EU vorige week hebben gezegd bij een officieel communiqué dat Europa erop uit is om de energie die ze inkoopt in eigen euro's te gaan betalen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat daarmee Europa zegt dat we stoppen met het gebruik van de dollar als wereldmunt voor het afrekenen van onze grondstoffen ja. en onze energie. Duitsland roept het ook al een paar keer in het nieuws. Juist. Ja. En er zit in Duitsland de minister van buitenlandse zaken, relatief jonge vent die dit allemaal heel goed doorheeft en heel erg zegt, we moeten naar het oosten kijken in plaats van naar het westen kijken. Ja. En vergeet niet, dat is een ander belangrijk ding wat, je, wat zo belangrijk is om te onthouden, het Euro-Aziatisch continent, wat bedoel ik daarmee, hè? dat loopt van Rotterdam tot Vladivostok. Ja. En het Midden-Oosten hoort er in feite ook nog bij. Dus de hele landmassa waar je zonder boot naartoe kan gaan. Gewoon waar je met een trein of lopend of met de auto naartoe kan gaan. De hardland. Op, ja, en de hardland is, is de kern daarvan. Maar op dat hele Euro-Aziatische continent, daar wonen 4 miljard mensen. En als dat in vrede en economische voorspoed met elkaar samenleeft... dan is Amerika een eiland in de oceaan met 330 miljoen mensen. Ja, daar Amerika... hebben we er wel belang bij om, om als, als Nederlanders... Uh, op, op een goede nuchtere manier om te gaan met, met, met alles wat er gebeurt. En niet te snel alles maar slikken wat er wordt verteld over Rusland... En... We moeten aan, we proberen die samenwerking zoveel mogelijk aan te gaan. Ja, Waar moeten wij Want van alles, het gas af? Ik, er is dus voldoende gas voor de komende tientallen jaren. Alleen het komt uit Rusland. Nou, wat is het probleem? Poetin heeft nog nooit de gaskraan teruggedraaid druggedra naar West-Europa. Poetin zal wel gek zijn. En die Chinezen gaan ervoor zorgen dat hij dat helemaal nooit doet. Alleen er wordt ons verteld door de Amerikanen dat wij af moeten van het gas. Omdat Amerika niet wil dat wij Poetin. Dat er geld naar het oosten gaat. Het geld moet naar het westen blijven gaan. En helaas lopen we daar nog steeds achteraan. De Duitsers beginnen te schuiven. Um, en dat vind ik een ongelooflijk interessant uh, verhaal. En, en ik hoop dat we in Nederland, in West-Europa. Eindelijk eens keer los weten te komen van die enorme indoctrinatie en overheersing vanuit Amerika. Ik was thuis vroeger de rechtse jongen in huis. Maar ik heb patronen van bedrog geschreven over de Amerikaanse Deep State. Over die druk, over die. Kijk wat er in Nederland is gebeurd met Unilever en de dividendbelasting. Hè? Die grote druk vanuit de corporatie, van de grote bedrijven. Die de politici toch volledig in hun zak hebben zitten. En ja, dat is een grote bedreiging voor, 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 voor onze welvaart. En wat er nu in Frankrijk gebeurt. Ik heb een klein interview geretweet wat op straat werd uh, afgenomen met gewoon een van die demonstranten. En die vertelt het precies zoals het is, het bedrog vanuit de centrale banken, de, de, de corruptie, de grote corruptie binnen, binnen, binnen het systeem. Hij had zelfs JFK erbij, John F. Kennedy, die al, al tegenvocht en het met zijn leven heeft moeten bekomen. En dit zijn revolutionaire tijden aan het worden. Ja, dus wat adviseerde de, 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 de kijker in deze tijden? Verdiep je goed in uh, wat er gebeurt. En, en dat, dat doe je door, gelukkig, de mensen die hier naar kijken. die krijgen al een heel ander beeld. die krijgen al andere verhalen. En waarom heeft Café waar, Waarom is Café welsmarts een succes? Uh, omdat dit soort verhalen helaas. in de mainstream media niet meer verteld kunnen worden. Ik word nooit meer uitgenodigd uh, door Hilversum. En ik vind het prima zo. En we doen het hier wel. Uh, maar lees boeken. Um, er is voldoende online te vinden. Zorg dat je de goede mensen op Twitter volgt. En informeer je. Want als je afhankelijk bent van, ja, van buitenhof en, en, en de krant, dan word je zeer eenzijdig geïnformeerd. Uh, NRC kwam het laatst achter. Heeft in het handvest staan dat ze de NAVO-lijn, de NAVO-beginselen volgt. Nou, ja. nou, tot zover je. Tot zover onafhankelijkheid. Ja. ja. En, en week na week een verhaal. Ze hadden laatst een grote primeur. Wat hadden ze eruit gevonden? in de Russische ambassade in Den Haag? Daar zat het vol met Russische spionnen. Nou, wat verwacht je anders in de Russische ambassade? Ja. Wat dacht je van de Amerikaanse ambassade? Maar er worden dus verhalen de media ingeslingerd. Om de Russen maar zo slecht mogelijk af te schilderen. En, uh, ja, het is hoog tijd voor onafhankelijk geopolitiek beleid. In, in, Europa, in, in, in Europa. In Nederland en in Europa. Ja, ja. ja en in Nederland hobbelt altijd achter iemand aan. Ik hoop dat we binnenkort achter de Duitsers meer aan gaan hobbelen. Ja. Maar kijk, Macron onder druk, nu de Britten onder druk, uh, de Duitsers, uh, Angela Merkel stopt als CDU-leider. Dus ja, het wordt een spannende tijd. Dus ik zie nog wel weer wat nieuwe boeken aankomen de komende jaren. Ja, ik vrees het ook Willem, super bedankt Dank je voor de tijd. Dat is een mooi gesprek. Ja. Dank je.